Ja, lieve vrienden. Ja, we zijn weer bij Meria aanbeland. Daar zit ze en ze is blij. Lieve vrienden, hele goede middag gewenst. Namens Corina en de Beestenboel. Dus ja, daar zijn jullie weer aanbeland. Dus welkom. Ja, en we gaan weer proberen te genieten. Maar ja, wat? Ik moet weer naaien. Ik moet nodig met de keuken aan de gang. Ik moet met de meisjes nog uit. En ik moet naar Lucardi mijn nieuwe neuspiercing ophalen. En ik krijg nog bezoek van mijn schaduwbegeleidster Cindy, want Karin is op vakantie. Dus ja, daar komt Cindy. En die komt rond een uur of drie, maar dat staat op mijn telefoon ergens in WhatsApp. Dus ja, rond een uur of drie, kwart, drie uur, zoiets weet ik veel. Maar we gaan zo meteen eerst de meisjes uitlaten. Ja. En ik kan wel eerst even eten geven. Ik kan die de gang weer in. Daarna de meisjes uitlaten. En ja, ik heb de wasmachine alweer draaien. Ik heb de droger al draaien. Ik heb ze eerst de droger leeggehaald en opgeruimd. En ik ben dus al druk bezig geweest vanochtend. Ja. Hè? Maar ik blijf altijd eerst boven aan het werk even en daarna gaan we pas ons wassen aankleden, opmaken en naar beneden. Hé? Tussendoor ga ik nog even op bed met de meisjes krullen. Hé, want dat verdienen ze ook. Ja. En ze zitten nou niet zo lief. Eentje zit en eentje ligt. Is dat niet lief? Ja, kind. Rijka. Rijka. Dat dus, ja. Yeah. Oh, die poten. Zo. Ik vind dat me niks, die poten. Dat al lam is. Iedere keer moet je ze weer openzetten. Ja, dan moet je wel opletten hoe je dat doet. Wat je doet, dat kun je niet zo zonder niet te kijken niet doen, nee. Maar oké, lieve vrienden, we gaan er gewoon weer vandoor en we zien elkaar later gewoon weer, ja toch? Ik heb de hondjes, de meisjes heb ik al uitgelaten. Ik ga nou mijn sleuteltje van de booster pakken en ik vlieg even, als er zo de wieden waren, naar Lucardi toe. Mijn neuspiercing halen. Ik heb nou een knopje in. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Ik denk het wel. Er komt nou een ringetje in. Ja, weer is heel wat anders, ja. Ik heb deze al jaren erin vanaf het trillen begin. Ja, ik heb nog een ander knopje, maar het blijven knopjes, weet je. Dus ik wil er toch eens wat anders in. Ja, net zoals in je oren kan daar ook wat anders in. Ja, toch? Dus ja, we gaan ervoor. Wat ik zou zeggen, ik laat het jullie straks gewoon zien. Ja, ik heb hem erin. En ik ben er blij mee. Ja. Weer heel wat anders dan een knopje. Ik kreeg net ook helaas telefoon dat mijn schaduwbegeleidster Cindy niet komt. En die vindt het zelf ook jammer, ze heeft een crisis. Ja, wat gebeurt nou eenmaal? Hou je daar dan maar bij bezig en ik kom wel weer. Ja, ik loop niet weg. Ik red me wel hoor. Een keertje zonder, dat vind ik ook niet zo ramp. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik ga dus zometeen hier verder. Het loopt nu alweer tegen 2:30 aan. Ik ga een bak koffie doen. Heb ik wel verdiend, dacht ik zo. Ik heb weer heel veel gedaan en ik heb nog geen koffie gehaald. Ja, dat vind ik wel een beetje jammer voor mezelf. Dus dat gaan we nou eventjes doen. Alwin die ligt lekker buiten te kluiven aan die botten. Rijka die interesseert het niet, het is haar te groot. Ze taalt er helemaal niet meer naar. En ze ligt liever dan binnen. Lekker op een kussentje op de bank. Zo op nu. Lekker even. Hé meisje, jij? Ja. Dus ja, en ik heb eventjes een zak kattengrit gehad. En enkel niet mijn eigen zak. Het is een hele andere zak die ik normaal heb. En ook nog duurder. Ja, maar ja, die ik normaal heb, die waren er niet meer. En ik heb een bounty.
Maar ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van je dag en geniet met mij mee. Ja, hoezee. Ja, lieve vrienden. Ja, we zijn weer bij Mary aanbeland. Daar zit ze en ze is blij. Woepie de poepie. Ja. Wonder gordijnen, die staan daar in die tas. Dus die heb ik even gebracht. Ik heb mijn kleren zo, joh. En ik zit dus lekker aan een bakje koffie. Ook dat moet kunnen. Ja. Dus ja. Ze is helemaal blij, dus ik ben ook blij. Heb ik toch weer wat goeds gedaan. Ja, en zo ben ik. Ja, lief zijn voor elkaar, goed zijn voor elkaar. En vooral voor een dierbaar iemand zoals Mary.